en heren, en top dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dee, daar was Dylan. En Enzo is even croissantjes pakken uit de achterbak, want wij hebben net heel snel boodschappen gedaan. Ja. Hoe weet ik dat het zo snel was? Je moet altijd betalen bij de parkeerautomaat. Als je een euro moet betalen, heb je er lang over gedaan. Als je 50 cent moet betalen, ging het heel snel. Dus, oh, dat is zo naar. Wat doe je? Nou, dat doe ik wel vaker, weet je wel. Dan ga ik gewoon via de kofferbak zo. Au. Zo. Ik heb je ontbijt, alsjeblieft. Croissantje. Dank je. Zo, ja. Zijn nou, we weer. De dag is begonnen, we kunnen er tegenaan. Yeah, we hebben er zin in. Oh, moet je horen. Ik trok per ongeluk nog een keer door. Nee. Ja? Het is overstroomd. Het is overstroomd. Ja. Het is zo ontzettend moe van jou. Ik weet het. Per ongeluk. Ja, nou, doe er iets aan. Handdoeken. Handdoeken? Ja, maar dat is ook allemaal plas er doorheen. Dan ja, moet je niet dan met handdoeken gaan we doen. Dat toch in de was gooien? Nee, ik heb een oplossing. We nemen de ontstopper mee bij jou thuis. Oh, ik dacht, we gooien jou het huis uit. Het probleem opgelost. Nog een verstopt wc's. Oh! Vast nog wel herinneren, de vlog dat wij in Veen zijn geweest met de boot toen we gingen varen en zo, dat wij in dat water allemaal mosselen van de bodem hebben geplukt. Nou, uiteindelijk hebben we die weer in het water moeten gooien, want die zijn gewoon niet goed om op te eten, tenminste is niet het allerlekkers. Dus wat hebben we hier? Mosselen. Deze keer niet uit Veen, maar gewoon uit de supermarkt. Dus vanavond gaan we lekker mosselen eten. Het is vandaag prachtig weer, dus wij dachten, weet je, we gaan naar het huis van de ouders van Dee. En hier gaan wij genieten van het zwembad. Maar het zwembad moet eerst even schoongemaakt worden. Dus ik heb de stofzuiger aangezet. En nu moet ik voorzichtig met deze stofzuiger een beetje heen en weer gaan in het zwembad. En dan proberen om een beetje de viezigheid en de bladeren weg te halen. Zodat het een beetje schoon wordt. Sinds vanochtend staat de verwarming aan. Dit zwembad heeft namelijk een speciaal soort verwarmingssysteem. Je hebt zeg maar verwarmde zwembaden en dat gaat dan elektrisch. Maar dit gaat via buisjes en ik vind het echt een geniaal systeem. Op dit dak, hier zie je er allemaal zonnepanelen, maar dat is allemaal van de buren. Maar op dit dak, het schuurtje, hier liggen allemaal van die zwarte buisjes. En zoals je weet, als je iets zwarts aan hebt, wat ik nu aan heb, ik heb het ook best warm. Gelukkig sta ik nu in de schaduw. Wordt het gewoon heel erg heet. Daar gaat water doorheen. En dat circuleert de hele tijd rond. En omdat daar de zon de hele tijd op schijnt, wordt dat super warm. En dat water komt dus in dit zwembad terecht. Dus op die manier wordt het gewoon vanzelf verwarmd. Het is zeg maar een wat goedkopere oplossing voor als je niet iets elektrisch wil, omdat het gewoon echt veel duurder is. Dus ik vind het echt een ideaal systeem. Alleen, je hebt wel heel veel onderhoud aan het zwembad. Zoals wat ik nu aan het doen ben, het schoonmaken. En op een gegeven moment, als je al een tijdje zwembad niet meer gebruikt, dan komen er een beetje van die vlekjes. Dus dat ga ik straks ook nog even schoonmaken. Maar ik heb mijn onderwatercamera bij me. En ik heb heel veel zin om te zwemmen. Dus nog eventjes geduld. En ik weet niet waarom ik naar jou kijk, want jij gaat toch sowieso niet het water in. En als je hier het water in gaat, dan is dat per ongeluk. Dan flikker je erin. Toch, Wimper? Ja, hè? Hij is hier wel eens ingeflikkerd. Zo jammer dat ik dat niet op beeld heb. Maar goed, even verder schoonmaken. We zijn klaar met de stofzuiger. En deze, als het goed is, klaar met de luchtkussen. Die is helemaal met de mond opgeblazen, dus ze is een beetje duizelig geworden. Oh my god, dat is echt rot gewoon. Oh, maar je hebt het hoofdkussen ook nog? Ja, I know, maar dit moet ook nog harder. Maar omdat hij nu zo vol zit, als ik hem dan openlaat, dan loopt hij meteen weer leeg. Nou, zal ik het even doen, de laatste? Laatste stukje. Het hoofdkussen hoeft niet, want ik ga op mijn buik liggen en dan is het niet chill als je dat hoofdkussen hebt. Zeker. Anders blaas ik hem later nog op. Nou, thank you very much. Is het klaar, mevrouw? Nee. Ah. Wat was dat? Ja, dat was een hele rare paniekkrijs. Zo. Nou, daar ligt ze hoor. Dan ga ik nu even de vieze troep die aan de bovenkant van het water drijft even eruit scheppen. En dan heb ik het niet over D inderdaad. Kijk, maar al dit soort troep. Gewoon een beetje van die blaadjes, hè Bumpertje? Gaan we even doen, hè. Best wel veel troep uit het zwembad gehaald. Waaronder een webs. En deze web leeft niet meer, geloof ik. Of wel? Ja, hij leeft nog wel. Oh my god. Ik ga je helpen, makker. Hop, ik leg hem op het droge. Oh, hij beweegt nog.
Oh, wauw. Jullie zien hem ook bewegen, hè? Maar ik denk niet dat hij het zal overleven. Dus ik denk dat ik hem van zijn lijden ga verlossen. Want dit ziet er niet zo leuk uit. Everybody, can you feel the groove? Let somebody let go. Lekker deed je. Hello from die. Zelf heb ik natuurlijk ook eventjes wat te eten gemaakt. En wat ik zo net meemaakte, vond ik echt super leuk. Want dit kan ik me nog wel herinneren van toen ik wat kleiner was. Toen had ik dit namelijk ook wel eens in huis. Tenminste, mijn moeder had dat wel eens gehaald voor mij. Dat is zeg maar hagelslag. En dan kan je van die kleine, ja, zeg maar snoepjes krijgen. En deze zit dan in dat pak. Maar het zit er niet helemaal vol mee, maar er zitten een paar tussen. En ik kreeg er zojuist 3. En dat was echt zoiets van, oh yes, ik heb er eentje gekregen. Zo lekker. Ja, nu heb ik er nog maar 2. En op het andere bolletje, meestal eet je dit als er een jongetje is geboren. Maar nu eet ik het gewoon omdat ik er zin in had. Het lag in de kast en ik dacht, wow, dat heb ik echt zo lang niet meer gehad. Dus ik ga lekkere muisjes eten, zo heette dat. Hé, Bumpy? Die gaat weer even lekker chillen. Bumpy die kan als die wil, als wij hier gewoon een middagje zijn, gewoon al die tijd gewoon lekker rustig liggen. Gewoon lekker chillen. Toch Enzo? Even lekker chillen, hè? Enzo kan ook echt heel geduldig blijven staan. Die Enzo daar, die staat er al bijna een jaar, denk ik. We hebben 2 verschillende soorten mosselen die je kan nemen. Oh, wat is 3? Er is nog een soort in de maag. Wow, ik schrik me helemaal dood. Er zijn 3 verschillende soorten mosselen die je kan eten. Ga jij voor Quinn die opscheppen? Eentje uit de pan, die ga ik nu voor Quinn opscheppen. En je hebt er ook 1 uit de oven. Dat is deze. Dat is een beetje met een krokante korst, het ligt hier op mijn bord. En de derde is volgens mij uit nog een pan. En dat is dan een andere saus of zo. Nee, dat is net verstandig. Wil dit genamen. En deze is er ook nog, oftewel heel erg veel mosselen. Yeah! Oh, Dylan die gaat voor het eerst. Is dit het eerst? Ik denk wel het eerst, ik kan me er nooit in. Oh my god. Dit is het echt het eerst. Dat is niet lekker. Wat is het in de huis? Waar? In de prullenbak. Op het bord van Dylan. Op het bord. Oh, Dylan. Hier heb je een doekje als je het echt maar eerst gewoon proeven. Oh. Prima, oké. Is gewoon lekker, toch? Ik wil niet naar kijken. Nee. Heb je wel eens slakken gegeten? Nee. Oh, dat is precies hetzelfde. Als je ze ziet lopen, dan denk je, gadverdamme. Ja. Maar als ze op je bord liggen met zo'n knoflookprutje. Maar dit sausje maakt het ook heel lekker. Ja, dat zal het ook wel zijn. Ja. Wil je nog eentje? Nee, het is goed zo. Mijn maagje zit vol. Dankjewel, allerliefste schoonmoeder. Voor het heerlijke eten. We gaan nu naar mijn huis toe. En daar is een pakketje binnengekomen. Tenminste bij de buren. Dus die ga ik meteen even ophalen. Want ik weet wat er in dat pakketje zit. En dat is zo super nice. Dylan is trouwens ook weer terug. Die ging even. Blij door het pakketje. Ja, die ging even een middagje naar Amsterdam. We gaan vanavond nog even lekker chillen. Dus let's go. We gaan samen op de fiets. Kijk eens wie er ook mee gaat. Het is Bumpertje. Yay! En Bumper die heeft zoveel energie. Die is echt vooruit aan het trekken nu. Ik heb het pakketje, oh oh. Ik heb het pakketje, oh oh. En Bumper die wil heel graag naar binnen, oh oh. Gaan we even aanbellen.
en zo. Het is een blije en yeah! We waren nog heel even bang namelijk dat het verkeerde pakketje zou zijn. Maar het is het goede pakketje. Wat heb jij in je bek, Bumper? Waar ga jij heen? Waar ga je heen? Hij gaat naar mijn studio, hij denkt dat ik daar ook heen ga. Maar nee, we gaan terug naar het pakketje. Het is mijn pennyboard! Yeah! Al heel erg lang heb ik zitten te twijfelen of ik dit nou zou halen of niet. En al die tijd dacht ik, nou, dit is niks voor mij. Ik heb wel altijd geskateboard, maar dit is het net niet, weet je wel. Maar toen ging ik laatst op het pennyboard van George rijden. En toen dacht ik van, hey, ik vind het eigenlijk wel super tof. Dus, mijn eigen pennyboard. Yeah! Ik vind hem ook super vet. Helemaal zwart en rood. Kan hem mooi bewegen voor de bochies. Zo, dus deze gaan we straks maar eens even uittesten, of niet, Dylan? Wow. Als je maar niet de muren rijdt. Volgens mij gaat deze super geleidelijk. Want dat is ook nog iets wat wel gewoon goed moet zijn. Die wieltjes moeten goed zijn, dat als je naar voren gaat, dat ze ook gewoon lekker meeglijden, weet je wel. Maar volgens mij is dit wel een fijn pennyboard. Hij was in ieder geval eerst €150, maar hij is afgeprijsd aan €67. Gratis verzending. Hé, hey, als een baas. Even sticker eraf halen. Hoppakee. Misschien is het nog wel vet als ik even knolbouwloogtje hier opplak of zo. Dat zal wel vet zijn. In ieder geval, ik ben blij. Dit board is zo super nice, dames en heren. Ik ga ook gewoon zo hard. Ik had niet verwacht dat ik het nog zo goed zou kunnen. Yeah! Ik laat ze zo achter me. Hoppakee. Oh yeah. Oh, daar komt eentje. Oh, bumper power! Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke dag, een leuke vlog. Ik in ieder geval wel. Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.